Het is druk in de keuken van Jeugddorp Kaijsen in Mechelen tijdens de kookactiviteit. Hier wonen zo'n 12 jongvolwassenen die door problemen thuis geen onderdak hebben. Robbe is 18 jaar en verblijft hier al 10 maanden. Ik kom nergens meer terecht. Niet bij mijn moeder, niet bij mijn vader. Dus daarom ben ik dan naar hier gekomen. En dat was ook wel via de jeugdrechter. Is dat opgestart via mijn consulenten? Is dat allemaal opgestart? Een huisgenoot van Robbe is Joël. Hij kwam vroeger vaak in aanraking met de politie. Maar in Kaijsen kan hij zijn verleden loslaten. En dat houdt even apart van de situatie en dan kun je even je weg gaat terugvinden eigenlijk. Zo zien waar je vandaan komt, je eigen terugvinden en ja, een tweede kans eigenlijk. Heb je ooit al die spannende gemaakt? Ja. Kaijsen ging open in 2014 en werkt samen met enkele OCMW's. De jongeren staan een deel van hun leefloon af en leven zelfstandig, al kunnen ze wel beroep doen op hulp van begeleiders. Bijvoorbeeld als ik een vraag heb, financieel bijvoorbeeld is dat heel hard, met OCMW, dingen waar ik nog niet echt iets van af weet, daar helpen zij mij vooral mee. En in mijn zoektocht naar werk, ja, samen naar interimkanteurs gaan. Voor de begeleiders is het vaak zoeken naar dat juiste persoonlijke traject, maar elke vooruitgang helpt. Als ik achteraf dan hoor van jongeren van ik heb er iets aan gehad of ik heb nu dat bereikt, dan kun je er weer tegen. Dat is voor mij het belangrijkste. En al is het maar een klein stapje, een klein verschil dat je kunt maken in heel hun leven, dat is voor mij al voldoende.